Pas op, het volgende uur kan leiden tot Wielencourse. De mooiste drie weken van het jaar zijn in volle gang. En hoe? Een prachtig parcours, nog mooiere winnaars en al volop spektakel. De toer stelt niet teleur en wij genieten volop. Vandaag is het tijd om terug te kijken op de eerste elf etappes. En kijken we verder vooruit op al het moois wat nog gaat komen. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de podcast over wielrennen Ariel de la Course. Het komende uur gaat over wielrennen. Besproken vanuit het oogpunt van twee wielergekken die alles volgen vanaf de bank tegen voor de TV. Vandaag aflevering 26. Ik ben Michiel Beemster en tegenover mij. Uh ja, ziet u weer. Welke kent er? Ja, goedemiddag. Tijd ja. terug jongen, maar Dit ik moest wel uh... een beetje zoeken waar ik heen moest. Ja ja, ja dat, dat was eigenlijk te... eigenlijk moeten we ons excuses even aanbieden want ja. we doen het eigenlijk altijd op de rustdag en we zijn dus nu gewoon één dag te laat. Ja, we zijn eigenlijk doen we het bijna elke week de laatste tijd, alleen nu zitten ja. we een paar dagen later en het mooie is dat we zaterdag weer gaan. Ja, dus... dus nu worden we mensen in één keer straks eventjes gestookt met het Arielle Lacus hier. Dus stappen we aardig van onze lijn af op deze ja, manier, maar, maar uh... het, het, het kon eventjes niet anders en ja. het is eigenlijk uh, voor het grootste deel mijn schuld. Uh, ik had het echt best wel heel erg druk de laatste periode. Ik organiseer evenementen en nou, het is de evenementperiode en ik denk dat ik echt zeven dagen zo'n beetje van de rader af ben geweest tegen echt het wielrennen. Hier en daar wel gevolgd heb ik. heb wel onder andere wegen nog even zien vinden. Zien weer op een, op een dongetje ergens onder een boom. Ja, het was het ook voor de rustig even. op de app inderdaad. Ja, mooi. Ja, ja, ja. Ik was, ja. ik was er, ik stond er een beetje alleen voor. Uh, ja. Peter zit in China. Die heeft sowieso een hele andere tijdzone uh, dan ja. wat wij hebben. Ja, want hij is er inderdaad niet bij vandaag. Je noemt het wel even op, Petertje. Peter Koning. Uh, en hij is er niet bij omdat hij uh, de Tour van King, King Lang Lake. Tour of Shanghai Lake. Shanghai Lake rijdt. Nou, uh, voor de mensen die dat niet weten, daar heeft volgens mij Kenny van Hummel wel eens 30 uh, van de, de zes etappes gewonnen. <laughs> <laughs> Achter elkaar ook. Dus uh, dat is uh, waar hij nu zit. Uh, ja, volgens mij is het een uh, redelijk niveau. En uh, ja, ik bedoel, uh, hij stuurde daar een staartje van het uh, prijzengeld toe. En dus aardig wat geld verdiend daar de dus zien. Hè? Dus uh, laten ja. we hopen dat hij met de volle zakken terugkomt. Ja, nou ja het is ook gewoon een uh, niveau onder het World Tour niveau wat hij nu rijdt. Het is, geloof ik, ook een rittenkoers van 14 etappes. Als ik het ja. goed had gezien. Dus dat nou, is wel gewoon een serieuze koers uh, die hij met uh, zijn ploeg even pro mag rijden. Ja ja leuk en uh, en uh, dat de uh, hem van harte. en hij zei uh, daarna ja. doet hij nog een hoogte stage dus hij is echt een lange periode weg Um, ja, en we hopen dat hij heel erg uh, goed er terugkomt. En dat we ja. dan ook de pannen van het dak al Want daar, daar ja. doe je het uiteindelijk allemaal voor. Daar gaan we wel voor. Ja. Dat is wel een mooi verhaal. Want uh, de laatste keer dat we met uh, Bas Tietema zaten. Die het overigens echt super tof doet met zijn uh, Tour de Tietema Ja, Dat is een leuk echt, echt hele leuke filmpje. Ja, maar uh, toen we dus met Bas zaten. Uh, toen uh, stond een hele grote bak met eten klaar. Ook bij Peter in de, in de keuken. Met onder andere tonijn in blik en alle dingetjes. En dat komt dus gewoon puur om het feit dat ze daar dus gewoon serieus niks eten wat daar gemaakt wordt. Omdat het gewoon te gevaarlijk is uh, en te vies om het zo maar te zeggen. Ja. Dus uh, Peter die ging weg met, met, met vijf koffers uh, voor een paar weken wielrennen. En uh, waarvan de twee koffers helemaal vol met eten zaten. Dus dat was wel weer hilarisch. <laughs> Mooi, hey, hè? Hey, even ja. doorgaand op uh, Bas... Um, ik, uh, hij was zat toen bij ons. Uh, hyper uh, actief mannetje. En uh, wel een mooi kereltje. Want ja. uh, hij kon het goed vertellen. Ja, het was sowieso een hele leuke podcast ook. Om dat met Bas zo te doen. Dat dat, dat sowieso compliment ja. ook naar Bas. Want het was echt heel leuk. Ja, ik vond het sowieso uh, echt een... Uh, ik, ik, ik kon hem natuurlijk niet. En uh, het verbaasde me ook wel een beetje. Maar die gozer heeft toch een tijdje energie waar je u tegen zegt. Ja. En het, het nummer wat hij natuurlijk nu als, als hit heeft. Dille Groene Wegen. Zit Groene in mijn Wege. hoofd ook gewoon. Hè? Hij liet toen alvast even een deuntje ook horen. En toen dacht ja. ik van jij skill. Wat, wat, wat gaat het worden, maar hij is een Le Velo geweest. Hij uh, wordt bij andere dingen genoemd. Hij zit ja. continu bij Astana. Hij heeft de uh, leuke dingen gedaan en uh, ja, het is wel een, uh, een leuke verrassing uh, zo ja. in de tour. Ja, zeker. En en het is ook gewoon uh, al die filmpjes hij die daarop zet. Die zijn superleuk. Echt wel een toegevoegde waarde. Het is even iets anders als alle interviews, alle andere filmpjes wat je ziet. En, uh, ja. Ja, dat is super, echt ja. super gaaf. Ja, voor de mensen het die, die niet weten waar het over gaat, ga ik kijken op het YouTube-kanaal van de Tour de Titema. Ja. Uh, ja, hilarisch. Hij haalde zelfs ook nog Dumpert in een filmpje. Ja, mooi hè. Dus, en, wiel, uh, ja. Waar wielrenners eigenlijk al het keihard worden afgekraakt op, uh, op Dumpert. Dus op een of andere manier hebben ze er echt een beetje een hekel aan. Uh, was het hier zo dat hij zelfs in de plus stond qua plusjes. Dus uh, ja, ja echt, echt hilarisch. Heel grappig. Ik ben ook wel benieuwd hoe, uh, hoe hij ervoor staat met onze challenge. Daar ben ik ook wel benieuwd ja, naar. Ja, dat Wat is er, het enige de enige natuurlijk. Uh, ja, dat is, dat is het enige waar wij nog een beetje op zitten wachten. We hadden een challenge bedacht dat hij dus met de flesje koerspret uh, ruilhandel zou gaan plegen. Zij dus begint met koerspret en eindigt uh, met uh, de gele trui uh, van alle of zo. Ja. Uh, nou, dat zullen we nog wel zien. Dat zullen we misschien wel oppakken. Die heeft er toch genoeg inmiddels. Dat moet toch wel lukken, Bas. Ja, ja en wat iets anders heel tops was. Uh, inmiddels uh, heeft Thijs Sonneveld uh, dat, uh, dat uh, getweet. Die gaat onze bier weggeven Over als prijs voor de, voor de gra, glazen bolkuip. Dat vond ik ook wel weer lachen. Ja. Ja, dat is zeker lachen. Die, ja. die heeft hij die vandaag erop gegooid. Dus iedereen uh, die morgen een verspelling uh, wil doen, nou, doe dat vanavond of morgenochtend uh, of vannacht. Uh, doe dat eventjes, ja. want dan uh, ja. is dat vanavond natuurlijk lastig. Want de tijdtippen nu van opnemen en online ja, maar dus goed, dat, uh, de mensen kunnen dat gewoon zien. En het is voor ons gewoon leuk om te zien dat uh, ons, uh, ons bier begint te leven. Er was ook nog iemand anders, die uh, had ons, uh, ons bier gekocht. En uh, die had het aangeboden bij Launus ten ja. Omdat hij zich niet helemaal uh, lekker voelde natuurlijk na zijn val. Uh, en beterschap te wensen. Dus uh, ja, het begint al een beetje te leven, de dat is, dat is ook waar koerspret voor is, hè. Het, het, het koers, het pret, het pret tijdens de koers. Ja, ja het, het wordt heel goed besteed op Ja, deze nee, en dat is ja. zeker. Het is ook gewoon echt, uh, echt lekker. En, uh, Super gaaf. Nou, de volgende podcast staat alweer op de, op de regel. Die gaan we aankomende zaterdag live opnemen bij Het Huis Verloren in Horen. Ja. Uh, gaan we ook, uh, ja, het is, het wordt echt een vette etappe. Gaan we met ja. z'n allen op scherm kijken. En uh, de laatste 20 kilometer zetten we de, 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 ja, de, de podcast aan. En dan gaan we gewoon eens kijken wat er nou allemaal precies ja. gebeurt... De koers etappe begint geloof ik rond een uur of een. Dus ja, nee. iedereen is ook uh, vanaf één uur uiteraard van harte ja. welkom. Gratis entree. Ja. En we drinken koerspret. Ja, dat klinkt als een uh, een fantastisch plaatje. Ja. ja. Hey, um, de tour, de mooiste drie weken van het jaar. Ben je aan het genieten? Ja. Dit is dit had ik van tevoren niet verwacht. Je, normaal gesproken kan een tour een paar etappes hebben die, die heel spectaculair zijn. Hè? Je hebt al een kasseien etappe of een waaier-etappe. En voor de rest zitten de etappes tussen die heel gesloten zijn en je weet dat het massasprint wordt. Maar eigenlijk iedere dag word ik wel verrast. En iedere dag gebeurt er wel wat. En ja, complimenten voor de tourorganisatie, Want de eerste week of de eerste tien dagen ze hebben echt wel een, hele mooie, een heel mooi parcours neergelegd, waar verschillen zijn gemaakt, waar spektakel was. Ja, het was wel echt gewoon genieten. Ja. Zeker. Ja, en zelfs als ze dan nog gewoon een sprint uitdraaiden, dan was het nog weer verrassend. Ja, uh, ja we gaan ze ook eventjes de Oeh. eerste elf etappes doornemen. Maar, maar, dan, maar ik weet niet wat ik die eerste zaterdag allemaal voor emotie heb meegemaakt. Ja. Het, het is net alsof ik naar het Nederlandse elftal met voetbal kijk. En Jumbo, een Nederlands team. Ja, ach man. Kippenvel, weer kippenvel. Maar laten we dan eventjes ja. meteen het bruggetje maken aan die etappe 1. Ik, ik, ik vertel hem even zoals ik hem zelf heb beleefd. Ik uh, zou die dag uh, de Ironman gaan doen en horen. Heb ik verteld ook in de vorige podcast, ja. dat ik daarvoor uh, voor uh, triathlon uh, in geschreven had. Een triathlon, en ik, uh, ja, ik dacht: ik ga hem toch gewoon serieus aanpakken. Ik bedoel, uh, als ik meedoe, doe ik gewoon niks uh, om, uh, om mijn honderdste te worden, dus uh, ik ken dit mee. En ik werd uiteindelijk vijf, dus was ik heel blij mee, dus uh, heel tof. Maar dat is even niet belangrijk voor nu. Maar ik was in de voorbereiding en toen, toen was die etappe, en uh, ik was bij mijn schoonouders en ik zit voor de tv. En uiteindelijk valt groenewegen. Ik dacht, Jezus, jongens, wat is dit nou, weet je wel, wat een domper. weer. Ja. Het voelde eigenlijk helemaal zoals Nels elftal. Dus uh, zoals het Nels elftal vaak net niet is, ja. was dit ook. Dacht je, Jezus, weer niet. En op een gegeven moment zie ik twee, twee jumbo-renners uh, aan de zijkant komen en dacht ik, ja, van Aart, weet je, gaat van Aart naar serieus? Kom op, van Aart, van Aart. En op een gegeven moment denk ik, hè, dat is Teunissen. Ik denk dat is Teunissen. Ja. En op een gegeven moment zie ik hem winnen en ik krijg er nu al kippenvel van. En ik dacht, hoe, hoe dan, weet je, hoe dan? Ja. Gaaf, hè. Ja, ik, ik, heb het, ik heb het ook wel een klein beetje zo beleefd. Alleen iets anders, want mijn, mijn versier was wel gelijk van... oké, okay, Groenewegen valt, maar ik zie eigenlijk maar één of twee mannen om me heen staan. Terwijl normaal een malen zijn sprinter of een kopman valt, zat het hele team eromheen. Uh, er stond maar één of twee mannen dus mijn versier was wel gelijk al gericht op, op, op Van aard en Teunissen van Ik was eigenlijk wel benieuwd van, wat gaan die gasten nou doen? Ik had niet verwacht dat ze zo goed en zo snel zouden kunnen schakelen. Maar ik, ik, ik was er wel scherp op... En, en ze deden het ook. Ja, dit was wel even echt een what the fuck momentje van. Ja, echt, uh, oh, wat, wat, wat was dat vet, hè? Wat een en, klasse! En, maar, ik, en zo niet verwacht? Echt dikke kudos voor, uh, voor Wout van Aert, wat voor kopwerk hij dan in één keer voor Teunissen doet. Hè? Dat echt schakelen. Hè? Je bent gefocust op de ja. groene wegen. Hij kan hem ook zelf gewoon, gewoon gaan rijden, ja. weet je wat? Uh, we gaan straks alle etappes door, uh, ja. maar ja. dan zie je dat hij het zelf ook kan. Hij had het zelf. Maar dat je in 2,5 kilometer die knop om kan zetten met z'n tweeën en dat, dat dat Wout van Aert. Heel weinig communicatie gebeurt er natuurlijk op zo'n moment, want er is een herrie, is rijen hard en dat is toch een moment van uh, samen zijn hadden en, en 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 een blik is waarschijnlijk genoeg, ja. En 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 fout van aard gaat voor teunens rijden, ongekend, en, ongekend, ongekend dus genieten. Hè, dat je gewoon nog na naar, naar elf dagen gewoon nog ja, maar dat is ook daar zijn we voor. We gaan nu gewoon even alle topjes af en we gaan even nagenieten en we bouwen gewoon op naar wat we ja. verwachten. Uh, dan hebben we hebben we geel. Dan denk ik echt oké, okay, weet je, eindelijk gewoon die gele trui. De eerste Nederlandse gele trui sinds jaren. Ja, 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 ja. En dan, Voor Mike Teunissen. Ja, en dan, 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 dan oh, is het Teunissen. En dan denk je, jezus jongens, wat kan het veranderen? Ik weet nog vorig jaar in Parijs-Nice, uh, dat Teunissen toen ook echt uh, echt, echt gewoon uh, nog in dienst van Sunweb steeds beter en beter begon te worden. Dat hij op een gegeven moment ook een sprintje op een kasseitjesberg op. Die werd volgens mij gewonnen door... Uh, uh, Francis de uh, en dat die dat die werd die tweede, toch zo die kan aardig aankomen ja. en als je dan ziet hoe dat hij nu gewoon een massa sprint in, want hij weet ja, gewoon hij een massa massa is Duinkerk ook al zien. het ja. goed was natuurlijk. Ja, Duinkerk op de tour is toch wel een verschil, hè? maar ik denk, ik denk wel deze overwinning is misschien nog wel belangrijker en beter voor het team geweest dan een overwinning van Groene Wee, want Ja, zeker weten. Ik denk voor de, de teamgeest als een knecht, uh, laten we dat zo even noemen, want hij is natuurlijk gewoon knecht. Hè? Uh, als een knecht een etappe pakt en een gele trui pakt, dat doet wat met het team. Ja. En als Groene Wege dan ook nog eens zegt: van nou, het is wel gaaf, hè? het is kloten voor mezelf, maar het is gaaf, ik gun het, teunen ze echt. Ja. Dat is echt wel. dan, 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 dan leef je als team. En dan, en dan heb je dag daarna heb je dan een tijdrit. Ja, en dan meteen inderdaad naar de etappe 2, de ploegentijdrit. Ook, ook dus, zoiets... Iets, dan krijg je iets, toch vleugels? Ongekend. Wij uh, we hadden met z'n allen nog, uh, nog veel contact. Ineos die uh, zet een tijd in waar wij dachten, nou weet je, als dit de winnende tijd is, ja. Ja, weet je, het, het ziet er sterk uit. En dan komen ja. ploegen die je niet verwacht, komen wel heel dichtbij. En uiteindelijk dan, dan blijven ze eigenlijk gewoon op de tweede plek. En dan komt er één team overheen, Jumbo-Visma. En hoe? Ja. Ja, het is jammer dat Peter er dus niet is. Hij is natuurlijk de specialist op tijdrijden. En, uh, en het is echt, uh, we keken er allemaal naar uit. Maar dat is, dit is natuurlijk wel echt een ding waar Peter heel erg naar uit te gekeken. Ja. Kijk, maar... om, om, om Peter even te citeren, wat gewoon altijd ontzettend belangrijk is, is dat je een, een snelle jongen in je team hebt. Die snel uh, kan aankomen. Dus die moet als het ware de motor uh, op, uh, eigenlijk ja. op gang trekken. Je hebt een paar uh, gigantische beulen nodig. En je hebt een paar jongens die gewoon heel sterk zijn. Ja. Nou en dat is de combinatie die ze hebben. En buiten dat, als je ziet dat Jumbo-Visma uh, het zo wetenschappelijk benadert en zoveel training heeft gedaan, uh, ja, is het gewoon ontzettend. Ja. Het is gewoon vet, weet je. Maar ik vind de, de, de tactiek vond ik ook gewoon mooi. Dat ze van tevoren ook zeiden, uh, Teunissen kan afvallen, Groenewegen kan afvallen. We kijken niet om. Beter eraf, beter af. Hup, de terrein die gaat door. Tony Martin die die gewoon het niveau zo hoog legt. En, ieder, en van iedereen gewoon eist dat zij dat niveau ook hebben. Dus er wordt een bepaalde snelheid neergelegd. En uh, ja, jongens, het is zoveel kilometers. We gaan ervoor. En uh, ik bepaal het tempo. Ja. En die weet het ook gewoon vol te houden met z'n allen. Ja. En het viel me op dat, dat Bennet uh, de helft van de tijd het gespaard werd. Nou, hij werd eigenlijk helemaal gespaard. Ja. Hij werd gewoon steeds. Uh, moest hij het ertussen laten. Op een gegeven moment hij nog een beetje piste. Omdat hij te veel ruimte op een gegeven moment uh, ja. uh, hield. Hij in het begin werd, die bleef iedere keer achter. En dat was ook besproken. Zodat hij op het eind. Uh, dan nog wel zo'n beurt kon doen en dat hij er ook bij zou blijven. Want Ik natuurlijk... dacht dat hij meer op het eind moest, hij, moest hij als, het ware als er dan op een gegeven moment als iemand zou terugzakken en die zat dan achter uh, Martin of iets dergelijks dat hij dan uh, dat dat Tunis iets verder wegzakte en dat hij dat gaatje even moest dichtrijden ja. zodat Teunis er weer in het wiel kwam en dat Teunis er dan weer voorbij hem ging en dan dan. Het ja, heeft hij wel schoen. één keer gedaan inderdaad. Ja zodat, dat uh... vertelde Tennis ook later ja. nog, maar dat dat is, zie je wel echt hoe bizar zij daarmee bezig zijn geweest. Ja. Ja, het was echt een, uh, een genot om naar te kijken ja ik het klopte gewoon tot, tot in het detail ja het was echt, uh, echt, uh, echt ongekend en uh, ja dit is sowieso hè, als je sowieso mag winnen dan dan is het en ze hebben had... het geel ze eerste etappe gewonnen je pakt de ploegentijdrit als team hè dus dat doe je echt oh. met het volledige team dus inclusief het management en alles wat er omheen komt kijken ja, ja Dan ben je nog met twee etappes onderweg hè ja wat een is dat is je al gewoon helemaal geslaagd ja dan uh, etappe drie um... Een etappe waar je denkt, nou ja, zou, zou Tunis erbij kunnen blijven waar, uh, en zou hij het kunnen redden? En dan, dan staat er toch weer een andere gigant op, waarvan je denkt, ja jongens, het, het, wat, 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 wat kan hij niet? Ja, ik, ik heb er wel, wel nog verhalen over gehoord over de motoren. Daar komen we zo ook nog wel op terug, want dat, dat komt later in de etappes ook nog wel weer naar voren. Maar dat er, dat er een motor waarschijnlijk heel, dat zeggen ze, dat hij ook heel dicht op verliep heeft gereden, waardoor hij dus ja. heel hard heb kunnen fietsen. Dat even wegdenkend, ja, het was wel weer zoals we alle verliep kennen: aanvallen, instinct volgen en, uh, en je moment pakken en niet wachten tot het einde en gewoon strijden tot, totdat je erbij neervalt en dat, dat doet hij wel. Ja, heb je dat onderzoek trouwens, een Nederlands onderzoek dat uh, um, die motors, ook al als rijden ze de 15 meter, ja. meter voor, er nog steeds 30% meer profijt ervan hebben? Ja. Uh, wat wat, 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 wat hoe moet dat dan anders? Moeten ze erachter gaan rijden? Wat denk jij nou? Je. Het, 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 het kan niet echt anders. Ik ben wel van mening. Er rijden voor mij uh, 100 motoren rond. Ik heb geen idee, maar voor mijn gevoel zijn het er honderd die ja. eromheen rijden. Dat zou de helft minder kunnen zijn. Maar, maar, maar uiteindelijk gaan we naar gewoon, gewoon iets toe dat, uh, dat motoren niet meer in de koers zijn, maar dat er gewoon drones misschien wel vliegen. Ja. ja, maar, maar kijk, voor zou voor... het kunnen? Ja, tuurlijk kan dat. Want ja. Op zich kan je een drone toch gewoon helemaal instellen tot op de juiste GPS. Als je hem precies zo instelt zoals de weg gaat. Ja. En je kan hem snel aanpassen, dan moet het toch gewoon kunnen. Dan moet dat zeker kunnen. Maar de meeste motoren die hier rondrijden, dat zijn allemaal televisies, radiostations, radio allemaal verslaggevers. Nou, als die nou de helft al veren, hoe jammer dat ook voor ons is, want de, 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 de geluiden vanuit de koers zijn natuurlijk wel fantastisch. Ja, maar zou dat zo jammer zijn? Nou, weet ik niet. Je bent er ook wel weer aan Als we, als we, als we dat, dat nou man niet in het uh, koers hebben, bedoel, uh, ga ze op Twitter kijken, en je ziet al, en dan komt Sebastian ja. Timmerman erin en dan vertelt hij het precies hetzelfde. Ja, Nou ja, die kan ook in een hockey zitten, samen met uh, Geo Lippens. Geo Lippens. En dan hebben we ook een fantastische koers. Weet je wat ik trouwens nog even een sideway. Ik wil even het volgende met jou aan jou voorleggen. Het schijnt zo te zijn dat uh, de, de koers steeds minder uh, populair aan het worden is, en dat de luisteraars steeds ouder worden. Ik, ik, ik zie dat echt tot totaal niet. Je ziet dat ook in onze luisteraarscijfers. We hebben echt veel jonge, jonge luisteraars. Of jonge ja. luisteren. Ik vind uh, iemand uh, tussen, de, tussen de 25 en de 40 vind ik nog steeds jong. Zou het gewoon niet kunnen zijn dat er heel veel mensen koers op een heel andere manier volgen. dan gewoon puur bij Nederland 1 of Sports aan het kijken? Er zijn de online. Livestreams die, ja. die mensen kijken. Er zijn, uh, dus die, via Twitter kan je het perfect volgen, uh, via alle andere uh, media. Uh, wielenpodcasts zijn opkoming, er zijn er steeds meer. Hoe kunnen mensen dan aan een onderzoek doen dat wielen er steeds minder. Uh, is, ja dat, dat het minder hot is. Ja en is is dat onderzoek gebaseerd op dat, uh, dat op de televisiekijkers of is dat in de nee. algemene zin? Want in Danny al... Nielsen, die die, 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 die blaad daar steeds gewoon komt ja, het wordt minder hot en de oude luisteren Elke, elke keer elke als ik hem hoor het een van andere ja. forum, ik vind hem echt bloedirritant. Hoor je stond het is continu hetzelfde verhaal. Ja, het is minder hot. het is, ja. uh, het is niet ja. uh, niet uh... afgaan op, uh, op social media, op Twitter, op, uh, op, uh, op podcastniveau... Dan is het booming. Dan staat is, dan is het helemaal niet stil. Ja. Het, uh, het gaat als een, als een tierenlier. Er zijn zoveel podcasts op dit moment. En ze worden allemaal goed beluisterd maar volgens mij. Ik heb mij. ook gewoon het idee dat, dat er het, dat het landelijk gezien... zoveel aandacht is voor het wielrennen. Nu zitten wij wel een ja. beetje in die, in die bubbel. Maar, maar acht maar, jaar geleden was deze discussie er ook al... van de, de uitzendrechten. Ja. En hebben we wel genoeg kijkers. En ja, Ik denk dat dat altijd maar wel ik denk dat mensen het, het gewoon anders volgen. Ga, ga, eens, ga eens kijken. Bijvoorbeeld net uh, als Sonneveld zo'n tweetje eruit gooit... Die gozer heeft 168.000 ja. uh, volgers. Uh, als je de interactie ziet, dat is, dat is immens. Ja. Maar, maar er zijn ook gewoon mensen die, uh, die gewoon werken tot zeven. En net zoals ik zo laatst zo'n drukke week had... ja, dan kan ik geen koers kijken, maar ik volg ja. het wel. Wat dat betreft vind ik dat echt wel een, uh, een toegevoegde waarde. Ik heb niet te veel reclame maken voor, uh, voor AD. Maar ze doen nu zo'n voorbeschouwing. Ja. En dat, dat heeft wel wat weg, want wat Sportza ook altijd doet... Ja. die Belgen die zijn natuurlijk helemaal lijp. Ja. Het, het voegt wel wat toe. Je, voor de koers ga je al iets bekijken. Waardoor je dus al echt erin zit. En eigenlijk wil er niks meer missen... over de hele dag. Althans, ja. dat, 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 heb, dat is mijn gevoel. Maar naar mijn beleving... is dat uh, over heel Nederland. Zouden we niet gewoon... vooral met de prestaties van Jumbo... Volgens ja. mij staat dat hele land op zijn kop. Ja, maar zou er niet gewoon, het gewoon ruimte zijn voor een internationale wielerradio uh, Ik bedoel, er zijn zoveel koersen, er zijn zoveel gekken die het volgen. Um, ik ben wel benieuwd hoe het precies zit in de rechten. Kijk, als jij bijvoorbeeld de tour wil uitzetten, dan moet je de rechten kopen. Ja. Ik vraag me af hoe het dan precies zit als je het gewoon verslaat. Want, want wat bijvoorbeeld AD doet, die, die is gewoon de tour aan het verslaan eigenlijk op dat moment. Kan Wel van mij kan je gewoon, uh, maar je moet met geld over de uh, Het ja, okay. geld komen, ik, 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 de uitzendrechten moet je kopen. Kijk naar de, naar de Giro, ja, Eurosport. Ja, maar ik ben benieuwd nemen. hoe werkt het dan met de radiorechten? Ja, maar zoals we met de Giro hebben, zijn er ook geen radiorechten, dan is het ook gewoon echt Eurosport alleen. Ja, dus volgend jaar gaan we gewoon de hele Giro lang gaan we met z'n tweeën gaan we radiootje spelen. We gaan gewoon podcast opnemen voor 6 uur lang. 6 <laughs> uur lang. Tijdens <laughs> het, ja. maar dan gewoon live uitzenden. Dan kunnen mensen het live horen? Ja. ja, precies. En dan de tv aanzetten. En dan heb je niet. Uh, Alsof niet... we van niks weten. En dan. Uh, ja, we hebben we nooit geweten. Ja, <laughs> precies. <maar, laughs> we hebben niet weten. We hebben heel veel luisteraars. Uh, <laughs> en. Uh, hey. zou um, gaaf zijn. Etappe 4. Nou, ja. Viviani. En nog even terugkomen op etappe 3. Etappe want het was die etappe die er die, die alle verliep. Uh, werd gewonnen. Het was wel een gaaf etappe. En, en ik, in die etappe vond ik het ook wel een beetje. Het was ook wel gelijk dat je een bepaald beeld krijgt van de klasse Mensmannen. Hoe ze ervoor stonden. Pinot en Bernal, die pakten toen vijf seconden bonificaties. Ja, en we hebben ja. het maar uh, over vijf seconden. Maar ik vond dat wel een teken. Ik denk, die mannen die zijn wel. Echt in orde. Ja. Anders ga je niet uh, op zo'n heuveltje al voor, voor de seconde strijden. Nee. Ja, je zag meteen dat in het zakken die doorzakte. <laughs> ja, precies. En dat was ook tekenend. Ja, er werd ook veel van eigenlijk. verwacht. Ja, ja. Dus dat vond ik wel mooi. En om terug te komen wat we het begin zeiden. Iedere etappe heeft wel wat. Ja, ook deze etappe had weer wat. Ja, zeker. En zeker. dat dus en de sprinters en de punchers en de klasse men's mannen, Iedereen kwam in deze etappe. Ja, zorg. en het ook wel grappiger was dat de zagen: eigenlijk continu aangaf. Ja, ik ben niet goed en ik kan niet sprinten. En dan tijd werd hij dus gewoon eigenlijk die tweede daar. Ja dat is ook wel weer vreemd. Ja, precies een ik vind echt hebben is een beetje we hebben het wel gezien. ja maar ik had hem in dofiné uh, al gezien toen was hij dikke noorden metjes maar 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 ik vind wel swimmen een beetje de huilie huilie uh, sfeer op dit moment dus elke ja. keer uh, hoor je Kelvin ah, ik heb dit en ik heb dat en als je dat vergelijkt met de uh, jumbo -vis, maar die, die 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 stralen gewoon winnaar-mentaliteit ja. uit en, en bij swimmen is het echt elke keer dat, dat wel ik heb toen een paar tweetjes van jullie ook doorgestuurd naar, doorgestu naar jullie dan zag je eerst metjes die zat over ja. dat toen kwam kelderman zat over dat toen had je de rood zat over dat, het zat allemaal wat, wat te piepen. Ja, wat de gas wel. op die lolly, ga naar uh, geloof jongens, erin, jongens ga eens eventjes uh, positief denken, precies, ik vind wel dat die gasten beseffen gewoon niet wat, wat ze, ze, ze hebben het zwaar in die tour. Maar ze zijn wel uitverkoren om daar te rijden. Ja. Vergelijk het nou eens op met Peter. Peter die had, er, had er misschien een moord voor gedaan om daar te mogen rijden. Zeker. En die gasten die zitten maar te piepen ja. over dit en die piepen over dat. En hoor je Kelderman weer over... Ik, ik ben echt Kelderman-fan, maar dan denk ik weer... Dan heeft hij weer de stramme benen. Dan, ja. dan heeft, hij weer, uh, heeft hij weer een scheet die dwars dan, ja. dan heeft hij dit. Kom, dan denk je Matthews is, is, kom op, is gewoon een absolute wereldtopper. Ja. En uh, die echt in zich heeft om uh, etappes te winnen. Ja, maar laat het nou gewoon eens een sekitje. Dat ja. gewoon zien, loopt niet. Ik vind het op dit moment is Sunweb echt een soort negatieve spiraal. Ik hoop dat ze eruit komen, want het ja. ziet er niet goed uit. Nee. Ja, kijk, alles valt ook goed bij Jumbo, maar ze hebben de kwaliteit ook. Maar ze, wat zij doen, dus wat Quickstep natuurlijk al, uh, al een eeuw lang doet. Ja. Gewoon iedere etappe aangrijpen aan, ja. als een kans. En ze hebben welke tonen en uh, Sunweb niet. Ja. Misschien moet je dat even uitleggen. Ja, ik, ik kan dat niet heel goed uitleggen. Dus ik denk niet dat het aan mij is om dat uit te leggen. Ketonen maar... is als het ware een soort middel... wat je lichaam aanmaakt op het moment dat je... Uh, of, of geen suikers meer hebt... Of, ja. en, en, en dan is het een soort van nood, noodstofje... wat wordt aangemaakt. Nou, als je dat dus op een gegeven moment tot je gaat nemen... Uh, ja, dat, is, dat geeft een voordeel. En het is nog niet op, het staat niet op de dopenlijst Het mag gewoon gebruikt worden. En zoals Ineos gebruikt het, uh, ja. Quickstep gebruikt het... Ja. of de koning gebruikt het, <sleuk> het Swimweb gebruikt het dan niet. En iedereen is en, er heel open over. dat Jumbo-Visma gebruikt het wel. Oh ja, dat dat ja. moet natuurlijk wel. Want, ja. ja, maar ze doen er niet geheimzinnig over. Nee. Dat vind ik wel mooi. Vroeger werden er ook middelen gebruikt die ook niet op de lijst stonden. Maar er werd wel geheimzinnig over gedaan. En dit zat niet op de lijst. En er wordt ook niet geheimzinnig nee, over gedaan. Maar goed, het is natuurlijk wel weer een soort van verhaal. Van, je ziet nu dat de, eigenlijk de teams die het gebruiken, die gaan ook wel heel goed mee. Ja. Het is wel weer een beetje, ik denk, jong, Het ja, Kom maar eens even, speel nou gewoon eens even ja. allemaal gelijke kaart. En, ja, dit maar ook. werkt het ook echt? Want er zijn ook teams die zeggen, ja, we gebruiken het niet, want... Ja, wij zien niet het voordeel daarvan in. Nou ja, Sunweb gebruikt het niet. Nou ja, we Sky zien het. slash Inius gebruikt het al, al, al ja. echt veel langer. En ja. de, de resultaten liggen er niet op. Precies, en Jumbo gebruikt het ook. En uh, nou ja, de resultaten ja. liggen er ja, inderdaad de echt de niet op. Ja, geschiedenis. Mogen we naar top 4? Jazeker. Ja? ja, Viviani. Viviani, ja, dat, uh, die pakt zijn overwinning. Hè. Ik moet even denken, dat is echt lang geleden. <laughs> Nou ja, je ziet gewoon dat, dat, uh, dat Groenewegen ja. daar uh, wil, dat, wil sprinten ja. en uh, op het laatste moment uh, sprint hij eigenlijk, uh, denk je dat hij gewoon, gewoon naar de streep sprint en op een gegeven moment houdt hij zijn benen stil. Ik vond het ja. eerlijk gezegd best wel een hele vage, vage uh, iets. Of, of hij op een ja, gegeven moment... Groen, Groenewegen was ook nog niet goed genoeg, dat zei die ook achteraf. Ze hebben, wel, ze hebben wel Martin de hele dag op kop laten rijden. Diep. Echt de hele dag op kop laten rijden. Ja, dus dat doet hij dat... bijna elke dag. Ja, nog. maar ik denk wel... als je hem op kop zet de hele dag... dan moet je wel als ploeg de volle overtuiging hebben... dat je goed genoeg bent om voor die sprint te gaan. Of ze hadden voor een ander moeten kiezen. Dennis was ook pist hè, die dag. Ja. Want hij ging niet... maar, maar ik vond het ook... hij sprintte niet door. Hij had toch door kunnen sprinten? Hij zat ook heel ver van achter. Hij verloor ook iedere keer plekken. Dus hij moest iedere keer weer naar voren rijden. Toch uiteindelijk zijn jump was best goed. Hij ja. ik, ik vind. zo ik hard. Hij is hard gevallen wel, maar ik vind hem sowieso tot nu toe niet... Uh, niet... Niet, ja, dat komt zo aan, omdat die geval is. Maar het, het, hij is niet overtuigend. Nee, maar we moeten ook niet vergeten, inderdaad, hij valt echt hard. Je gaat met 60, 70 keer in een bepaalde uren, tijd. Uh, ja. Dat weet ik ook wel. Dat, weet dat, ik ook dat, dat, dat heeft wel tijd nodig. En uh, ja, wij, wij verwachten maar weer dat hij drie dagen nee, later. Maar top dat, is. Dat, dat weet ik. Alleen, het is wel zo dat elke dag zijn ploeg weer volle bak voor hem gaat. Ja. Dat is ook goed. Maar hij pakt er ook één. Ja, hij pakt er wel. Dus dat, is, dat is ook wel weer... Dat is, dat is, ook, dat is ook lastig. He, van de elf etappes die tot nu zijn geweest... zijn er elf verschillende winnaars. Dus het is ja. ook niet te winnen... die zomaar even een etappe in de Precies. Tour. En de aankomsten zijn ook wel moeilijker dan... dan, dan misschien van tevoren wat ja. verwacht. Er zit net een hellingje in... of uh, er, er zit nog een bergje voor. Ja. Of... Dat ben ik met je eens. dat... Dus dat uh, maar voor Viviani was het een mooie... Uh, een toch mooie toch overwinning. Viviani. Ja. Na de Giro de debakel, uh, is het uh, mooi voor hem meegenomen. Ja, absoluut. En het was ook zijn grote doel, hè? En hij pakte hem. Dus dat is. Uh... Ja. Wat me ook op veel het net over Sum heb. Die uh, ook in deze etappe al zijn mannen op kop had gezet op die beklimming. Ja. En uh, ze hebben echt hard gereden. En uiteindelijk, uh, met u's, het kwam belange na nou, net aan te pas. Nee, en maar maar negen is... in, de, in de uitslag. Maar dat zie je ook een beetje. Want uh, bijvoorbeeld zo is de tapper die we die vandaag was, die we zag nog gaan bespreken. Dan reden ze in één keer weer voor bol. En ik vind, ja, jongen, wat, wat, wat willen jullie ja. nou? Zet nou gewoon alles op Matthews. En ja, precies. Uh, ga gewoon continu die volle bak voor hem rijden. Ik bedoel, ja. het geeft hem toch niet. Uh, het is, het is, de huilie huilie wordt alleen maar sterker daarom. Omdat ze. Ja. Als, als, dan wordt hij. Ja, misschien hebben ze het wel in overleg of hij voelt zich niet goed, maar. Ja, ja nee, goed, we weten het niet en uh, misschien uh, zullen we het wel nooit weten. Precies. Etappe 5, Peter de Grote. Peter de Grote, ja. 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 Toen zagen we al een beetje dat van eraan zat te komen. Hè. We wisten het al, maar toen begon hij al uh, lekker mee te doen. Hebben we ook tweede die dag? Ook hier trouwens weer heel veel werk van Sunweb. Maar goed, we gaan het er niet lang over hebben. Nee, nee. <laughs> nee maar hij pakt hem toch weer mee. Ja. En, uh... wat, wat me gewoon weer opviel. Vijf etappes en de drie ploegen die uh, samen met Astana die dit seizoen heersen, die heersen ook gewoon weer in de Tour. Uh, Jumbo, Quickstep, Bore. Ja, maar ik moet wel zeggen dat Astana een beetje aan terugzak is. Ja, ze hebben een goede start. Nou, die, die, die gaan gewoon nog wel wat pakken. Maar de nummers 1, 2, 3 in, uh, in de lijst van overwinningen, ja, die laten het ook gewoon in de Tour zien. En ja. de eerste vijf etappes waren gewoon voor deze drie ploegen, ik vond dat wel tekenend. Ja. Nou, je ziet dus ook uh, in, in, in de tussenstand van het aantal overwinningen dat, uh, ja, dat, dat, dat het uh, één team is die er ver bovenuit steekt. Maar dat, uh, dat inderdaad de andere teams ja. uh, daar wel onder ook gewoon flink wat pakken. Nou, ongeacht de trui ook, ze laten ook gewoon zien hè, dat ze sterk zijn. Want ze maken de koers, ze bepalen ja. de koers. En uh, Quickstep had ook zonder die gele trui koerswerk of kopwerk gedaan. Nou ja, Jumbo doet dat ook iedere dag ja. uh, uh, kopwerk. En, en Bora. Ja, die, die hebben altijd de groene trui, ja. dus wat dat betreft maakt dat voor hun niet zo. Ja, uit. want die doen uh, ook altijd hun werk. Dus dat valt me ook wel op. Ze dus ja. bepalen ook de koers. Ze ja, willen ja, en, ook gewoon... En af en toe, uh, zoals vandaag, komt Katusha dan in één keer tussendoor. denk ik weer, wat, uh, wat kom je doen? Ja. En, uh, maar dat is ook maar effe, hè. En dan worden ze gelijk weer ja. op een plek gezet. Ja. Maar goed, we, we, Sagan heeft wel geteld uh, uh, één dag volgens mij in het uh, pak gereden van zijn <laughs> van, van team. Sinds, sinds tig jaar. Want uh, ja. uiteindelijk heeft hij nu gewoon die groene trui weer heel sterk op zijn schouders. En uh, ja, het ziet er wel naar uit dat hij die ook wel redelijk uh, gaat behouden. Ja. Voor mijn gevoel is het alsof die groene trui dit jaar niet eens meetelt. Vanaf etappe 1 is dat ding aan, 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 aan Sagan gegeven. Of een dag, dag drie was het, geloof ik. Maar ze strijden er ook wel uh, niet eens echt mee voor. En dat valt er misschien ook niet op. Omdat Hij, hij rijdt altijd tweede, derde, ja, vierde. Zo, dus hij pakt iedere keer zijn puntjes. Ja, maar zo is Matthews ook dan. Die dan vandaag dus niet sprint en voor bol rijdt. Als hij echt voor groen zou gaan, ja. zou hij gewoon meesprinten. En dan en wordt, ook, hij maar, wordt hij maar tiende of zo, weet je wel. Op die sprintjes. Die, die laten ze af en toe nu ook al lopen. Ja, en, uh, precies ja dat, dat is wel iets voor hem dus ja, voor mijn gevoel het is niet echt een strijd. Cobrelli, nee. Cobrelli gaat er nog wel echt voor. ja maar ja, goed het gaat er zo wel groot ja, wat en moet en, Cobrelli uh, alles doen en uh, rijdt hij ook een beetje verloren. Ja. nou komen de echte bergetappes. en dan en uh, dat kan dan ook prima prima aan zijn maar ja. het begin dus die, die gaat straks gewoon weer iedere keer meespringen, Pak zijn ja. sprintje laat zich weer afzakken. ja dat is redelijk beslist. denk het ook wel ja. etappe 6: uh, ja. de Mooi. opkomst der Belgen. mooie etappe was dat. Echt een hele mooie etappe. En prachtige prachtige winnaar ook met Teuns. Samen met Sicone, het uitvechten. Sicone, ja. Ja, trouwens, die reed ook echt goed hoor die dag. Ja. Mooie die kopgroep ook. Pak. Die pakt geel daar. Ja. Die Murissen die reed ook echt heel sterk. Die, die rijdt sowieso goed. Die heeft goede uitslagen gereden. Dat is niet de eerste keer. De eerste dag was hij natuurlijk sowieso in de kopgroep. Ja. Uh, hij staat ook nog steeds redelijk in het klassement. Hij zit er goed bij. Ja. En uh, ja, dat verbaast me ook wel een beetje. Ik denk dat hij wel rijp is voor een stapje hoger, Maurice. Ja. Vond ik het een toegevoegde waarde en dat laatste stukje, die laatste kilometer? Ja, Schindt. maar goed, kijk, weet je dat dat is dat is altijd de vraag of dat toegevoegde waarde is. Uh, kijk, het zit er nou eenmaal in en dan daar moet je op die manier uh, uh, naar kijken. Um, ja. Het is soms een beetje too much. Wel maar. Voor mij had het niet gehoeven in de zin van hadden ze gewoon de top op de vorige grens er ook gaan, hadden ze ook uh, al eerder gaan knallen en en het risico op, op materiaal pech. Hoort er allemaal bij, hè. Maar op asfalt vind ik het toch anders dan op grind. Ja. En de, op asfalt vind ik het eerlijke competitie. Het is een beetje en op grind vind ik het niet eerlijke competitie. het is een beetje de tendens van de laatste jaren. Dat, dat gravel wordt natuurlijk steeds ja. populairder. En uh, het lijkt wel dat uh, een, een, een koers geen koers is zonder dat een stuk gravel ja, ergens in is gestopt. Ja, dat moet er een keertje bij, inderdaad. Ja, maar ja, goed, weet je. Het is, uh, het, is, uh, het is misschien even too much. Maar aan de andere kant, het is wel vet om te zien, toch? Om, ja, dat, het was zeker voor ons als neutrale kijker, was het spectaculair om te zien ja. en uh, ja, je ziet dat er op een kilometer worden er toch giga verschillen gemaakt ja. en een Fransman die doorheen zakt met Bardet, andere Fransman Pinault die echt wel sterk is. Kruisdak houdt er overigens ook niet van, ja. Nee, die had het van tevoren ook al aangegeven van uh, alle etappes liggen me behalve uh, dat stukje grind. Ja, maar dat wat ik wel, wat mij opviel, is dat Bennett daar die ja. die dus best wel voor Kruiswijk. Ja. En en dat was, ik vond het wel frappant, want, want uh, ik, zouden ze nou echt, nu is hij helemaal weg omdat hij die geklunst daar met. Uh, ik vond die... het niet frappant. Dus ze hebben het ook keurig uh, uitgelegd. Was tot de ook, zouden ze bij elkaar blijven. Ja. En, uh, en, uh, en dan zouden ze kijken wat de situatie was. Maar ja, goed, op dat steile nee, stuk kan je, uh, je toch niet voor elkaar. Het is, het is, het is, het is wel te verklaren, ja. maar het is wel voor de pan dat ze toch een beetje, ook want in de, in de ploegentijdrit... toen sparen ze ja. Bernhardt ook een beetje en moest Precies. hij mee. Dus het is net alsof ze ook wel met hem een plan hadden, zoals misschien ja. vorig jaar met Kruiswijk en Roglits, dat ze dit jaar met Kruiswijk en Bennett erin wilden zetten. Ja. Het is natuurlijk wel ontzettend suf dat hij dan zich zo makkelijker... in een paar etappes later uh, laat afrijden. Ik, ik denk, waardoor hij acht minuten verliest. Uh, ik denk als, als je een, 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 een schaduw mensman hebt... die ook goed in het klassement staat... die zal altijd sterker en beter rijden dan iemand die uh, moet knechten. Ja, en die heeft niet de focus om tot het echt het laatste moment ja, maar, te maar dat zag je ook een beetje in de Giro die Tom uh, vorige tweede werd... dat Oma ook in het klassement staat. Die ziet toch ook een beetje dat dan Oma voor zichzelf rijdt. En ja. zoals Peter dat zegt... Als je je klaar bent met je werk, uitbollen, geen energie meer spelen. Nee. Alle energie die je nog verspeelt, ja. is, is verspilde energie. Ja, en nu is het uh, wel mooi dat Bennett gewoon op echt wel een flinke achterstand staat. Want ik denk dat het wel meevalt dat, dat hij dan minder gefocust is. Of misschien hij, was het voor die gele trui. Want hij stond wel kort en hij, heeft wel dat, hij is wel dat lichte veertje wat wel dat heuveltje goed kan. Ja, aankan. misschien, wel, misschien en, wel. En hij had misschien in het tappen van, 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 van morgen of, of, of uh, afgelopen weekend, had hij misschien toch die gele trui nog kunnen pakken. Ja, misschien wel. Maar aan de andere kant, nu is het wel duidelijk. Ja. En nu is het wel duidelijk dat hij als het ware ja, gewoon uh, de, ja, de knecht is en dat uh, Kruiswijk de kopman is. Maar het was het was al spektakel en uh, Teuns, Teuns we hebben het de vorige keer ook over gehad. Een tijdje geleden uh, over ja jaar natuurlijk over de uh, getwist naar een ander team. Eigenlijk nog geen goede uitslagen gereden en nu komt hij er weer door. Ja, het is goed om te zien. Ja zeker en het was het was echt uh, een mooie overwinning. Weet je wat ik mooi vond om te zien? Ze hadden op die ene laatste berg hadden ze die bonificatiesekondes. Ja. En Schikonen pakt op één seconde. Pakte hij toen de gele trui? Dat heeft hij echt te danken aan die, uh, die ja. boni Ja. Wordt en dan, wordt trouwens overigens een, 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 een goede reddings-iconen. Ja, we hebben hem toen uh, in, de, in, de, in de vorige podcast ook wel een paar keer uh, eventjes benoemd. Dat we daar ja. wel wat uh, van verwachten. Maar hij, uh, hij, uh, hij laat het gewoon zien. Hè? Hij dit hele seizoen, hè, de Giro, was hij natuurlijk uh, heel goed. En nu laat hij het ook zien. Hij laat zich gewoon ja. voor ja. zien. Ik uh, ben benieuwd of je. Ik vond alleen uh, ik vind dan die gele trui en zo'n trekpak. Dat ziet er toch een beetje gaar uit. Ja, maar dat rode vlakken zo voor. Ja. ja, dat vond ik ook. Uh, ik vind voor de rest dat helmpje zo prachtig. Ze zien echt ja. goed gesanjeerd. Zien ze er goed uit. En is nog gele trui, die, die staat op een of andere nee, manier. Ja, gelukkig hebben ze poort, dus dat gaat ook geen, geen geel ja, meer. Ja, worden. Dat is het alweer gevallen vandaag? Hè? Ja. <laughs> hij wel, de, de eerste week overleefd. Dus we gaan mollen. Malen. mollen malen, ja, die heeft ook natuurlijk dom tijdverlies uh, geleden. Ja, maar goed, die, die, die moet lekker voor uh, nog voor drie etappes uh, per zeven. Uh, hij baalde hoor, hij baalde. Hij baalde. Ja Groenewegen, etappe 7. Toen pakte hij hem toch. Toen klopte alles. Bijna alles klopte. Uh, Teunissen was natuurlijk nog gevallen Die had licht last van zijn hand. Maar het klopte. Tony Martin, hele dag op kop gereden. Alles gecontroleerd. Volgens Wouter van Aard die een gigabeurt neerzet waar je echt u tegen zet. Ja. Die, die, die zou geloof ik tot 2,6 kilometer voor de streep rijden. En het werd 1,6 geloof ik. Dus ja, dat, uh, dat even werd een kilometer extra. extra. Ik niet, wat maakt het uit. En toen Grundel Jansen, die uh, ja, het was toen voor hem heel moeilijk om dat over te nemen, maar die doet dat toch echt heel verdienstelijk, want hij houdt uh, Groenenwegen voorin. Ja, en toen teunen ze, ja, ze raakten elkaar nog wel een beetje kwijt, maar goed, hij kon nog wel uh, een en ander in de weg rijden, dus dat is dan uh, is ook heel veel waard op dat moment. Ja, ja wegen gaat gewoon van ver af. Uh, Johan ja, die die uh, was een beetje geschrokken, komt nog heel dichtbij hè? en die zag dat achterwieltje ook een paar keer opspringen, maar hij pakte hem en dat. Uh, ja, dat was mooi. Je ja, hebt een beetje tegenslag gehad in de eerste etappe. Ja. Terwijl je echt goed in vorm bent door dat ja, tegenslag. Pracht, prachtige overwinning. Uh, maar toch zie je ook wel nog daar, zie je ook weer dat hij niet helemaal in orde is. Want, want in... Ja, maar mij was dat wel voor de Tour. Hij was, wel echt hij was voor, voor de hem. Tour in het orde, maar die val heeft hem echt ja. heel erg geraakt. Want normaal gesproken zou hij zo'n etappe, zou die, die veel dikker winnen. Zit. Maar ken nou hoe goed hij dus is? Ja. Dat je dus ook gewoon met je van Ik denk en, dat hij gewoon 99 80% rondrijdt. Nou, op 80% ga je geen, geen, nou, geen tour-etappe winnen. Ik, ik had echt, hij dat die verre de beste. Ja, was, geweest. de rest ja. denk ik wel tekort. Ik denk dat hij echt dit jaar verre de beste was geweest. En dat hij ja. gewoon heel simpel 4-5 etappes had gewonnen als hij niet was gevat. Ja. Maar ja, dat is achteraf. Ik zag het vandaag ook hè. Vandaag verliest hij dan net aan, maar een, een, de, een groene wegen in topvorm. Die had er nog een metertje aangepakt denk ik. D dat bedoel ik. Dan had hij gewoon ja. misschien wel een fietslengte gewonnen. Maar kijk nou hoe goed hij is. Hij pakt hem toch die etappe. Ja. Het is eigenlijk wel jammer dat hij de Vuelta niet gaat rijden. Ja. Ja, eigenlijk wel, maar goed, we zitten nu in de Tour, dus... Uh... Nee, maar goed, het is toch wel een keer vet om acht etappes te winnen. <laughs> acht etappes? <laughs> zijn er acht sprintetappes? Weet in? ik niet, het <laughs> zou wel vet zijn. Het had, het had trouwens wel gekund, want we hebben toch gezegd voor de grap van uh, Jumbo kan nou, uh, alle zijn... etappes winnen. We zijn ver gekomen. shit dat is bizar. Als je nu goed gaat kijken, Teunissen wint de eerste, Jumbo-Visma in de tweede, verliep ja. de derde. Dat, dat had ja. ook net zo goed gekund. Ja. Dan dat had dat Jani, van kunnen zijn Sagan, uh, Teuns, ja. uh, Groenewegen, de Gent. Inmiddels valt er even een auto hier van de weg af. Volgens mij ja, <laughs> <laughs> kan niet allemaal. Maar goed, het had gekund. Maar ja, dat we wisten we dat, dat het niet zou gaan gebeuren. Maar zo gek was het niet geweest. Zeven etappes hebben we gehad. Echt fantastisch tot nu toe. We hebben echt heel veel meegemaakt. We hebben ploegen tijd, we hebben te, Teunissen in geel. Heel veel kippenvelmomentjes. momentjes. Ja. Nou, dan kan jij maken. We gaan over naar etappe. Ja, nummer acht, hè. Ja, dat en dan, was... dan gaat de Belgische ook euforie ook, ook weer verder. Die Belgen lopen alweer, alweer een week lang met een dikke, dikke paal in de boel. Ja, nou, maar dit, dit vind, ik, dat vind ik wel heel terecht. En ja. terecht. Ja, dit is, uh, zelfs, ik als Hollander, ik heb echt te genieten van Thomas de Gitte. Ja. Je weet dat hij een keertje weer gaat aanvallen. Meerdere keren gaat aanvallen als dan hem. Dan gaat hij waarschijnlijk iedere week drie of vier keer aanvallen. Maar hij doet het en er zit een plan achter. En, en, en zelfs Terpstra die kon het niet aan, Alles oh, dus was het misschien niet helemaal zijn etappe. Maar goed, ja, dit was genieten. Ja. Hoe hij dat toch weer uitspuit, genieten Gen ja, ja, Prachtige het, het is gewoon: het is gewoon een, een renner. Uh, het is een beetje een, een aparte Quibus, maar hij redt het toch elke keer weer en en hij pakt elke keer weer zijn etappetje mee. En of het nu de, de ronde van uh, Zwitserland is, of om bijvoorbeeld te geven: de ronde van Catalonia of de ronde van Baskeland. Als hij zijn zinnen ergens op zet, dan komt hij wel ja. of heel ver. En heel en vaak zit, wint hij, man. Er zit ook gewoon echt een idee achter. Hè? Kijk, voor dat exacte verhaal, dan moet iedereen, denk ik, gewoon eventjes uh, bij, 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 bij of het NOS. Uh, het filmpje terugzoeken van de gen, Want hij heeft het daar uh, een beetje uitgelegd. Maar hij, hij vertelde ook zoiets van: nou ja, in bepaalde etappes weet je dat bepaalde mensen kopwerk moeten doen. En je weet hoe hard bepaalde knechten dan kunnen rijden. En dan, nou, als ik goed ben, dan, dan weet ik dat ik, als ik bepaalde snelheid dus rijd, wat die knechten ook rijden pakken ze me nooit terug tot een aantal kilometers voor de streep. Want dan gaan namelijk de echte toppers... Nou, als ik dus zorg dat ik een bepaalde voorsprong heb... Nou, dan kunnen ze me nooit meer terugpakken. Nee, maar dat je is makkelijk gezegd Je gedaan. moet een beetje geluk hebben, zei hij ook. Maar hè, vanuit die insteek gaat hij een, 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 een Je een moet het wel kunnen halen. natuurlijk. Ja. Iedereen weet wel dat als je harder rijdt... dan je achtervolgers dat je wegloopt. Maar je moet het wel kunnen. Ja, maar hij is ook zo'n type renner... die als bijvoorbeeld 50 of 40 kilometer nog te gaan is... En, en, en hij weet al van dat gaat niet lukken... dat hij ook gewoon erin kan stoppen. Ja dat hij zich laat afzakken en uh, jongens uh, toodlede Dokie uh, gaan jullie maar verder want uh, het gaat toch niet lukken ja maar natuurlijk en dan nog heeft hij ook heel veel onnutteloze ontsnappingen gedaan dat is ook, uh, is ook logisch maar ja. dit was gewoon weer een uh, een uzare stukje Dit was prachtig en, uh, ja en daarachter was natuurlijk ook uh, we pakten verliep dan ook uh, uh, weer zijn, uh, zijn trui terug ja, uh, sterke Pinot sterke Pinot Pinot is sowieso heel goed hoor ja, Pinot is, is, is echt heel goed, echt heel goed. en uh, we komen straks nog eventjes op die etappe die, uh, die van Aadwinter waar hij gewoon heel veel tijd verliest. Pino. Ja, dat kon wel eens uh, zijn bottleneck worden. Hoor. Ja, en Pino ziet, is echt, echt dik in orde. En, en deze Tour zou gemaakt zijn voor Pino en voor Bardet. Ik heb hem trouwens vorige keer echt een flinke aantal keren genoemd, Pino. En toen uh, zei uh, Bas nog: van, uh, Je zet op Pino noemen. Maar, maar je ziet het, uh, ja. Pino staat er gewoon. Ik, uh, ik ben alleen uh, een beetje bang dat, dat hij nu zo'n teleurstelling, agressie. Dat hij, dat hij te veel wil gaan doen. En dat hij dan over de top gaat rijden. En dat hij zichzelf dan echt kaart gaat tegenkomen. Ik denk dat je één uh, renner van morgen op kan schrijven. We spreken nu, het is vandaag 17 juli, 18 juli. De eerste... Uh, Luis uh, Leon Sanchez. Luis Sanchez. Nee, ik denk, <laughs> dat, ik denk dat Pino dat uh, echt uh, gebrand is. En dat hij morgen iets gaat neerzetten. Hij ja, zal misschien... Wel niet... een afdaling, hè? Ja, maar hij zal hem misschien niet winnen. Maar hij, zal wel, hij, zal wel gewoon, hij gaat wel de strijd aan. Ja. En uh, Quintana vandaag gevallen is ook zo'n renner ja. kunnen zijn. Ik denk dat al die Franse uh, Bardet. heb ook heel wat goed te maken. Hè? Ja, maar Bardet heb ik het idee dat hij. dat, die, dat die gezwicht is onder de druk. Zou kunnen. Maar het is wel zijn trainingsgebied. Hè? De Pyreneeën. En uh, ik denk wel dat hij. Uh, heel Frankrijk is zijn trainingsgebied. Dus het maakt niet uit. Maar ik denk dat hij morgen wel. Uh, echt al een eerste set gaat plaatsen. Ja. Maar aan de ja. andere kant. wat Kruiswijk ook zei. tijd is ook heel belangrijk. En dan kan je heel veel tijd op verliezen ja dus nee, dat zal ze ook meenemen in het nee, achterhoofd maar, maar dat, Pino dat, is niet de beste tijdrijden. nee maar dat is zeker waar dat is zeker waar daar ben ik met je eens alleen Pino uh, ja we zullen het zien ja. we zullen zien of hij, of hij meer het sunweb huilie uh, huilie -huili, uh, in zich heeft dat hij dus nu opgeeft of dat hij de strijd pakt uh, die uh, Jumbo Visma op dit moment mensen zich meedraagt en ik denk eerder dat hij uh, volgens het Jumbo Visma principe gaat rijden dan volgens de huilie huilie van, uh, van, uh, van uh, ik denk het, het ook hij gaat uh, volgas uh, gaat echt volgas hij wil tijd terugpakken ja. dan etappe 9. Gaan we naar Zuid-Afrika. Daryl Impie. Was ook een mooie etappe. Mooie strijd ook. Het was ook echt zo'n etappe. Zoals je niet veel ziet in de Tour de France. Een kopgroep die er van doorgaat. Ze hadden iets van 14, 15 minuten voorsprong. Dus dan uh, Peloton heeft een vrije dag genomen. Uh, in de zin van, uh, ze reden op een gegeven moment 34 in het uur. Dat hadden wij ook 160 kilometer kunnen volhouden. Ja, He, mooi uh, met je uitbollen in het pelotonnetje en uh, meedraaien. Je koerspread promoten. Ja, ja een beetje, beetje bierdeeltjes maken. Precies. Het is een mooie kopgroep. En je weet dat er dan wat gaat gebeuren. Veel eenlingen. Ja, ik vind dat wel altijd wel mooi om te zien. En ja. iedereen gaat een keertje demureren. Op een gegeven moment ging post op berken Ik vandoor. Toen dacht ik, nou, die gaat het halen. Hij nou, had het ook niet. Voor de topper, die teruggepakt. Zie je, is gaat er vandoor. En nee, die gaat het halen. Dat is een topper. denk je van het woorden, die, die is echt goed. Die gaat het pakken. Staat ook die pakt ons. hem niet. Heb je ook zulke dingen gedaan? En uiteindelijk pakt een Impie de overwinning. Ja. Maar goed, jij noemt de nood. Maar we hebben het natuurlijk nu allemaal over, uh, over Jumbo Visma. Die, die het supergoed doen. Die nu al drie etappes heeft gewonnen. Ja. Maar goed, het zat er heel dicht aan. En uh, dan staat uh, Lotto er ook gewoon op drie etappes. Hè? Ja, ik, ik heb net ook opgeschreven. Lotto, want dat viel me dus ook op. Dat die, uh, die zijn echt wel lekker bezig. Want ja. ze hebben wel eens ook nog met een bolle trui. En samen met de Gent zijn ze samen ja, maar... een beetje een spelletje aan het spelen. Om, uh... Nee, maar ik bedoel... Uh... Om eventjes gewoon het uh, beetje uh, een naam te geven. Lotto Soudal is niet een team met een heel groot budget. Nee. En in, in wat ze daarin doen, komen ze eigenlijk altijd als tweede ploeg in België. Achter het grote De Koning Trikstep. Ja. Maar, maar goed, ze, ze, ze hebben op dit moment net zoveel etappezegers. En ze staan er toch maar ja, weer. Zij, uh, zij willen ook gewoon als uh, vrijbuiters koers maken. En dat doen ze. En uh, iedereen in die ploeg... En ze hebben een goede sprinter erbij zijn. En ze hebben een hele goede sprinter hebben ze erbij en zitten. En het is de ene kant wel jammer, want ik denk dat Welles en Benoot ook eventueel wel een top 15 mensen zouden kunnen rijden als ze er volle bak voor zouden gaan. Ja. Alleen ze kiezen gewoon voor om dat niet te doen. Ja, al vind ik wel eens niet heel overtuigend bergop, deze nee, Tour. Maar goed, hij in heeft de potentie wel. En Benoot ook... ze heeft natuurlijk een hele andere voorbereiding gehad, en, ja. uh, maar, maar die heeft het wel in zich om ja. zoiets te kunnen doen. Benoot ook. Hè. Benoot ook. In uh, Zwitserland was het, of was Doviné. Weet even niet precies, maar dat liet hij wel zien dat Zeker. hij... Maar goed, dat heeft hij alweer helemaal laten lopen. Ja, zonde. Ja, goed, dat is toch de insteek van de ploeg. Ja, maar dat is En goed. op dit moment betaalt zich dat wel uit, want uh, ze die, rijden wel die, echt resultaat. Die, die Tour is voor de, uh, Lotto Sedona natuurlijk al volledig uh, geslaagd. Ja. En ze rijden nog steeds in de bollen. Dus ja ze, ja, ze staan nog steeds iedere dag op het podium. En dan etappe nummer 10. En dat is toch wel echt iets wat ik dacht. Jongens, 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 wat gebeurt hier nou weer? Nog zo'n vakmoment Aan de echt. ene kant denk je, hij kan het, want hij deed het natuurlijk ook gewoon in Doviné. Ja. Maar aan de andere kant, dit is de toer. Ik, ik had het vanmorgen wel, uh, die ochtend nog wel in een app gezet hè, naar jullie van uh, jongens, wat gaat het worden? Groenewegen van Aard of Teunissen. Ja. Ik had een zo'n vol gevoel van niet, niet alles gaat. Nou, op hij, was natuurlijk al een, hij was al een keer tweede geworden. wegen ja. was er al af, want die klim was natuurlijk gewoon te, te heftig ja. voor hem. Het ging ook en... lichtjes omhoog. En uh, het was een zware aankomst. Ja. Maar het was natuurlijk wel millimeter. Weg. Kijk, zoals ja. vandaag uh, wordt Groenwegen tweede. En, 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 en van aard won eigenlijk ja. op de manier zoals Groenwegen vandaag verloor. Ja. Met een laatste push uh, gooit hij maar overheen. Maar het is natuurlijk wel. Kijk, het, eigenlijk. Toen we net toen we een jaar geleden die, 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 die podcast, deze podcast begonnen, was ik echt geen fan van, uh, van aard. Uh, het, het hele verhaal speelde toen ook met het team van Peter. Hij zou eigenlijk Peter zijn teamgenoot zijn dit jaar. Ja. Dat was eigenlijk al in Kan en Kruiken. Ja. Hij zou voor Aqua Blue Sport gaan, uh, gaan, uh, gaan rijden. Um, toen ja. was ook al eigenlijk wel redelijk bekend dat hij daarna dan naar de, uh, Jumbo Visma zou gaan, omdat het een tussenjaar zou worden. Um, maar ik vond hem nooit zo sympathiek. Uh, ook in het veld rijden, altijd een beetje zeik. Maar jongens, het, misschien komt het door hij rijdt voor jumbo vis. Maar, maar wat, wat, wat ik, ik, ja. Je kan niet van die gozer niet houden. Hij is, uh, het is echt een, uh, een teamplayer, als we Kruiswijk moeten geloven. Ja. En hij rijdt, hij rijdt al, alle ballen die hij in zijn broek heeft, rijdt hij eruit. Voor wie dan ja. ook. Hij heeft het voor Teuns gedaan, Groene Wegen. Noem eens iets negatiefs over hem op. Nou, op de, ik Die blonde op lok is haar. Nou, dat maakt me echt ja, geen reet uit. Nee, ik, uh, op dit moment is er niks negatiefs nee. over van Aert. Helemaal hij, uh, niks negatiefs hij, op te noemen. Echt een top aanwinst voor uh, de ploeg, zowel binnen als buiten de bus. De, in, wij dachten uh, van Van Aard gaat van Aard mee. Echt verrassend. Oké, okay, denk je hem? Toen op een gegeven moment die met hoge stage ging met kruisdachten kruis dacht van oké. Okay, Heb ik uh, nog nooit zoveel dagen achter elkaar gefietst en uh, tot nu toe gaat nee. to, hij to, dat even. Nee, maar goed en uh, als je ziet hoe belangrijk hij is, hè? hij is belangrijk in de, de overwinning van de, van Teunissen, ja. hij is belangrijk in de, de overwinning van de ploegentijd, hij is belangrijk ja. in de overwinning van de van de, ja, ja. van de. Ik ben benieuwd of uh, je het volgende, ik hoop het wel. Ik ben benieuwd of het volgende. Maar, maar, maar dit was dit was zo Sowieso deze hele etappe was echt fenomenaal, Wat ja. de waaiers dat waren waaiers. Ja. Hoe mooi. En daar gaat Pinot en, dus natuurlijk gewoon op zijn bek. Mollema ja. gaat daar op zijn bek. Ja, het begon het begon eigenlijk Bennett, is uh, het leuk om om nog niet al, binnen. IF uh, Education First die uh, die ging die die begon hè. Ja. Die ging met een hele treintje op kop. En je zag gewoon Ploeghaus Quickstep... en en Ineos zag je erachter gewoon lachen van Doe maar, maar wij gaan pakken een echte moment. Ja. En dat echte moment werd ook bepaald door, uh, door Luke Rowe... die, die gewoon uh, door de hoortjes schreeuwt... jongens, dit is het moment. Ja, weer en rood. ze gaan op kop. Ja. En je hebt nergens meer te bekennen. Die zijn helemaal achtergezakt achter gezakt. Ja, mooi, die ja, zijn ja, er genoeg, ook afgeweid. Die waren, ja, en, en Quickstep en, en Ineos... die zaten een heleboel op zijn kant. Ja. Met een hele scherpe maar, Van Aard en een Kruiswijk. En een Quintana. Nu, die moet ook eventjes genoemd worden... want die, die was ook wel ja. echt als... en de zomerploeg. Maar die was ook heel scherp. Ja, maar die was heel scherp altijd. Ja. Totdat hij die hele gaat doen. Ja, die was, die, maar ze zat er wel bij met het hele team. Ja, maar Kruiswijk zat er echt sterk bij, hè? Ja. Hij reed ja. echt makkelijk mee. Vooraan ook. En dan pech voor Landa, Wederom Landa, dus oh, Kwik, de Quintana, Wordt, word en de Kopman, door de Bart in de sloot gereden. Ja, weer een paar. ook, hè? Dus de ene een Fransman minuten. die tik de andere Fransman aan en Landa, die is de, die is de. Ja. lul. Ja, ja, dat is. Maar, ook, maar, hij is wel goed, maar. Maar kijk, Landa. Je bedoelt nu de ene Fransman, niet dat Barguil de tikt aan. Ja, precies. tikt er niet aan. Ja, ja nee. precies. En daardoor viel uh, Landa. Ja. Niet dat de mensen denken dat Landa een Fransman is. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Krijgen we daar <laughs> allemaal weer reacties op. Maar Landa staat nu gewoon weer een stuk achter. En stel je voor ja. dat hij dat nou zo goed straks is omhoog... en dat hij dan weer op een bepaalde tijd het niet haalt. En, en je kan je hem nu echt. al opschrijven voor aankomend weekend. Ja. Die gaat aanvallen. Ja. Tot een de is die gaat aanvallen. Met tot tanden, tot hij die bij met Tanden op elkaar ja. gaat hij aanvallen en dan gaat hij denken aan Bargill, die veele heupte. Dus deze etappe. We hadden dus die waaiers en op een gegeven moment hadden we drie, vier groepen. Dat Groene Wegen eraf ging, oké, okay. de focus was bij ons al lang alweer weer. Ja, naar maar dat, dat ziet er ook gewoon eruit dat hij dus niet goed genoeg in vorm is. En dat komt door die valpartij. Ja. Want anders had hij, had hij daar altijd bij gezeten. Ja. Altijd. Ja. En wie was er nog meer doorheen gezakt? Voor mij, uh, ik heb ze eventjes. Pino was er vanaf, Landa was er, Vogelsang, Poort, poort. was er vanaf. Vogelsang, ja, die waren er allemaal vanaf. Die waren. De poort rijdt sowieso weer al als een grijze meisje rond. Die gaat hem echt, die gaat echt geen goede klassering meer rijden. Ja. Nou, van Aert heeft zijn werk gedaan, Kruiswijk keurig afgezet. Kruiswijk heeft gezegd: ga jij maar lekker sprinten, jongen. En Van Aert die zei daar een sprint neer. Sowieso die hele sprint, ik vond het genieten. Die jongen die heeft een lijn gepakt en ik denk als je een, een witte lijn zou trekken. Denk ik dat hij er misschien een, een centimeter naar links, een centimeter naar rechts. Ja. Het was kaasrecht. Had je die kop gezien van Viviani? Fantastisch. Had je die kop gezien van Nase? En heb je ook dat over gezien van Kruiswijk? Dat vond ik ook fantastisch. Ja, die... die was aan het sprinten. En je ziet dat hoofdje boven al die schuilertjes uitsteken. wint die? Ja, hij wint. En, en krijg ze ook zo blij. Maar ja. de Viviani. Die kunnen goed met elkaar <laughs> overweg, vanuit de Krijsweg. Ja, Ze ja, hebben wel... een goede hoogtestage ja, gehad. Ja, die hebben, ik weet niet wat daar gebeurd is, maar die hebben, hebben het leuk gehad samen. Denk Geen huilie-huilie in ieder geval. Nee, nee. Kelderman <laughs> nee. was er waarschijnlijk. Ja. Ja. Ja, dit was deze etappe. Uh, weer prachtig. Ja, ik, 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 ik wilde je nog de vraag stellen van welke etappe vind jij nou het mooist tot nu toe? Ik kan geen, ja ik wel, ik wel, maar dat komt gewoon puur omdat het zo uniek was. Laten we laten anders stellen, welke ja. etappe tot nu toe is het mooist geweest? Moeilijk, maar of welke? Sluit het meest bij? Ja, dat steunen ze. Dat, dat vond ik echt gewoon zo vet. Dat was zo verrassend. Dat was eigenlijk gewoon een soort van rollercoaster van emoties. Je zit vol in dat want je denkt Nederland gaat die gele trui pakken. Ja. Hij valt, je denkt Jezus, jongens. Beetje zo'n zo Ajax tot een momentje, iets minder natuurlijk, maar ook wel zo'n momentje. Ja. En op een gegeven moment dan, hè? Pak 20... het. Ja. Dus, dus eigenlijk stel je voor dat als we het naar voetbal eventjes terugbrengen, dat, dat, dat de, de golden goal nog zou bestaan en die zou, ja. zou, zou, zou vallen. En je hebt verloren. En dat er op een gegeven moment dan komt er een varretje die zegt van. Uh, wedstrijd de doel is afgekeurd. En dan komt er op een gegeven moment een, 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 een vrije trap of zoiets. En dat dan in één ja. keer in de kruising schiet. Waardoor het andere team ja. Dat gebeurde. Dan ja. denk je van Jezus, hoe kan het? weet je wel? Hoe kan het? ja En bij etappe 10 had ik, had ik heel erg het gevoel. Het was. Uh, Fantastische etappe. En ik was in de auto aan het luisteren naar, naar de radio. Want dat, dat, dat is trouwens wel echt, echt ook wel fijn ja, luisteren. Ja. En ik was eigenlijk ook de hele tijd aan het wachten wanneer ik om de naam van Aard. Ik was serieus echt aan het wachten. Want dit, het past gewoon in die hele tour. Van alles alles lukt bij die ploeg. Dus dan lukt dit ook. En toen kwam die naam ook. Dacht ik ook. Jezus, dat meen je niet. Hij pakt hem ook gewoon. Die jongen die ja, pakt hem vet, ook gewoon. Vet. Maar inderdaad, ja, Teunissen, dat was. Uh, dat was ja echt fantastisch maar die ja. ploegentijdrit ja dat vind ik ook wel het was het, het is tot nu toe is het allemaal wel een vraag kijk ja. alleen van vandaag Huyn die dan wint voor Groenwegen, ja dat was wel echt een etappe waar ja, het was wel gewoon een normale etappe daar, daar, daar zullen we niet ja. over 100 jaar nog over spreken maar we worden ook verwend. dat dat gevoel had ik een beetje dat ik dacht van nou ja jammer maar we hebben het er ook over hier. Ja, maar ik wil er wel over wat zeggen. Kijk, die, die, die etappe van vandaag, als je hem goed analyseert, wat gebeurt er? Je ziet een treintje. Je ziet op een gegeven moment uh, Van Aert. En je ziet uh, daarvoor, uh, uh, nou, ik weet even niet wie precies dat was. Maar, maar op een gegeven moment zie je, er komt Groendal. En Markov, die duwt hem ertussen. En uiteindelijk duwt hij eigenlijk Groendal uit, die, uh, dat die groepje van ja. uit die trein vandaan, waar de Groendal afzakt en dat breekt ze later op. Want ja. daardoor komt Teunissen te vroeg op koppen. Teunissen ja. trekt hem echt echt nog lang door ja. tot 3.400 meter. Dat zei je ook hè, Teunissen. Ja. Dat, dat de, de, is te drie, vroeg op, op, op Ja, kop, nou, tot 3.400 meter. En als Groenendaal net die 300 meter extra had kunnen doen, had Teunissen tot de 150 meter ja. door kunnen beuken, had Groenewegen never nooit verloren. Nee. Dus eigenlijk verneukt vandaag Markov gewoon de sprint van ja. uh, Jumbo-Visma. Eigenlijk wel. Prima, maar ze winnen zelf ook niet. Maar ik denk dat lotto Zodal vandaag eventjes een een fische mag afleveren bij. Uh, uh, ja, uh, uh, jongen die heeft fantastisch gedaan en bij, die bij, is bij, bij uh, Groenewegen in Kooning. het wiel gaan zitten en uh, ja, die Het is schokken. Maar Markov, Markov verneukt daar die sprint van Lotte ja. visma helemaal, helemaal waar voor uh, Jumbo-Visma. Ja, helemaal waar. Zonde. Ja. Ja, en natuurlijk we zijn verwend, we balen ervan. Maar ja, aan de kant we hebben er al vier. Of uh, mister Jumbo-Visma heeft er al vier. Uh, en uh, onze grote Belgische vrienden die ook natuurlijk luisteren, die hebben er ook al, uh, al vier. Dus uh, ja, als, uh, als, 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 als lage landen mogen we niet klagen deze nee, Tour. Zeker niet. Nee, dat als, we... je, als je nu puur gaat kijken. Uh, <laughs> wat ik in het begin al zei, de eerste tien, elf dagen van de Tour, fantastisch. Ja. En uh, vooral een Nederlands perspectief echt weergaloos. En uh, we zijn echt verwend. Nou ja, maar goed, als je gaat puur gaat kijken, dan heeft uh, uh, Jumbo en er vier. op de Quickstep uh, heeft er twee. Uh, uh, Lotto Sedal heeft er twee. Dan heeft uh, Bora Hansgrohe er één. Uh, Barijn heeft er eentje. En uh, Mitchelton Scott. That's it. Dat is karig. Dat is karig, ja. maar that's it. Maar wel lekker. Ja, heerlijk. Hé, <laughs> hey, we, we gaan eventjes naar het... Uh, we gaan namelijk alweer uh, tegen het de uur aan. We gaan er vandaag niet overheen. Dus, uh, want uh, we hebben wel uh, van een aantal mensen gehoord... die vonden het, uh, het over een leuke podcast. Alleen, ze waren op een, gegeven, op een gegeven moment allemaal heel erg lang. Dus laten we onder het uur blijven vandaag. dus kunnen ja. mensen een uurtje luisteren. Ja. Het, uh, het huidige klassement. Alaphilippe, Thomas, Bernal, Kruijswijk, Boegman, Mas... Jeets, Quintana, Martin en Pino. Ja. Eigenlijk geen verrassing. Dat had ook een paar plekjes veranderd kunnen zijn. Maar in principe de mannen op Alaphilippe na... de mannen die je verwacht, die staan er. Ja, en wie, pakt, wie, 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 wie blijft Alaphilippe lang staan? Morgen morgen gaat hij wel overleven. Ik verwacht ik verwacht morgen niet 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 het vuurwerk nog omdat die tijdrit er zit te komen. Ja. Maar God, ik, ik hoop dat ik er helemaal naast nou, hoe zit. Hoe lang kan alle verliep stand houden? Nou ja, hij, hij hoopt pout te houden. Te halen. Po, po. Ja, hij hoopt die te halen. Ja, de, ja, de, ja, ik weet het niet. Misschien gaat hij een voetkleertje voet doen? Voet ja, dat dacht ik ook al. Nou, ja, een Het zou kunnen, maar ik, dat weekend is wel heel zwaar. De winnaar rijdt waarschijnlijk in een uh, rood-zwart tenutje. Alaphilippe werkt ook voor massa. En massa-weekend gaat eraan komen. Ja. Dan moet hij er staan. Dus, uh, ja, ze staan gewoon met twee man staan ze er tussen in de top 10. Ja. Zaterdag gaat hij hem verliezen. Maar Ineos, daar ja, rijdt die, de winnaar. Ja, die is een sterke. Thomas. Al grappig. Ja. Ik, uh, ik had vandaag een stukje podcast geluisterd van uh, Thomas. En... Uh, maar is het Luc Rowe. En die, die waren de ploeg ook even aan het evalueren. En toen waren ze een beetje lacherig aan het doen. Dat uh, zeven man waren ijzersterk en uh, echt goed in vorm. En Pols uh, ja, laat het weer afweten. En die gaat weer alleen voor die derde week. Zwakkeling. En loopt uh, de kantjes er weer een beetje vanaf, zeg maar. Dat was wel grappig om naar ah, te ja? luisteren. Zei dat ja, zeiden ze het serieus? Ja, onder een dolletje was dat. Was Thomas serieus zelf aan het uh, een podcast aan ja, het maken? Ja, die was de a, tour. ja die, dat was de tweede keer dat ze dat gedaan hebben. Oké. Okay. Tweede podcast. Ja, die zijn we gewoon een podcast aan het maken. Thomas en, 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 en Ro. Ja. Of gaaf. Ja, dat is echt wel leuk om aan te luisteren. En die waren en gewoon een beetje aan het met Pools ik weet niet hoe die heet, maar ik denk als je op de cycling podcast of niet, nee, nee, dat weet niet, ik, ah. ik even niet. ik heb hem zeg maar gewoon, ik zag een fragment en ik heb erop geklikt toen kwam nou, ik in die podcast, leuk, toen leuk. ben ik gaan luisteren en uh, maar gaat Thomas op Benal de tour winnen? Thomas, als ik als ik als je me nu zou vragen, Thomas, ja, en ja. gaat Kruis het, ja. Ja. Kruis het podium halen? Ja, ja. Ik vind Kruis ook echt. echt gaat Bernal het podium halen? Vind ik moeilijk. Dat uh, dat is, uh, vind je zo, nou Ja afwachten? of nee? Nee. Gaat uh, uh, Boegman het podium halen? Nee. <laughs> nee, but, uh, nee, ik vind Jeets uh, ook heel sterk trouwens. Uh, ogen, net zoals Pino. En uh, aankomend weekend kan er echt weer heel veel gebeuren. Maar in de tijdrit kan er al heel veel gebeuren. Voor hetzelfde geld uh, zakte Ben Alder in de tijdrit ja. doorheen. Ik heb niet het gevoel dat het gaat nee. gebeuren. Maar het kan zomaar gebeuren. Er kan met een minuut gestrooid worden. En uh, Quintana die kan daar zomaar een minuut gaan verliezen. En, ja, dat is, ik vind het moeilijk te zeggen. Maar ik, ik, ik heb wel gezien Thomas is dik in oren. Ja. De Omdat etappes die belangrijk zijn, van... die eraan gaan komen, dat is natuurlijk sowieso uh, uh, morgen, in dit geval donderdag 18 juli. Vrijdag 19 juli is nog wel een uh, flinke etappe popo. Dan 20 juli is de etappe die wij uh, live gaan uitzenden bij het Huis Verloor in Horen. Ja. Vanaf 1 uur. Het is natuurlijk echt een mega vette etappe die ook echt uh, voor spektakel gaat zorgen. Want hij is heel erg uh, kort, het is maar ja. uh, 117,5 kilometer. De Toemelei, dus dat is, dat is uh, giga natuurlijk. En ja, Popo is natuurlijk de tijdrit die daarin belangrijk is. Maar die 117,5 kilometer, ik ben echt benieuwd. Het lijkt me echt super vet. Weer zo'n korte etappe met alleen maar spektakel. Daar kijk ik er echt super naar uit. Zondag is trouwens ook echt een hele mooie etappe met drie bergen. Eerst categorie. Ja, drie bergen en vier bergen in totaal. De etappe van Limou naar Folie die Talbi. Dan de 25 ja, Pradabie. Ben je er nooit geweest? Nee. Ik ging wel een picknicken daar. Het is... Uh, nou, ik ben er wel in de buurt geweest. Het is echt een hele mooie omgeving daar, ja. hoor. Ja, ik ook. mensen uh, wonen ja, zeker. daar, ook. Een, een mooi gebied ook om te ga je, dan, ga je dan altijd naar Foix of ga je naar altijd naar Pradalbi? Ik zit meestal in Pamier, daar, Pamiers. Pamier. Ja, Saint-Michel. Maar goed, dat... Uh, Saint-Michel? Ja. Dat is, ja. Dat is, dat is toch uh, een aan de andere kant? Nee, dat is een heel... Echt een heel, heel, heel klein dorpje daar ook. Oh ja. Bestaat denk ik drie de ik heb ik Voor, voor Saint-Michel, dat zit er licht in de Ja, dat klopt. Maar dat is <laughs> ja. daar ook. Maar dat Toch, is wij, uh... moeten, wij moeten ook niet over, uh, over landen en over dingen. Dat is, ja, uh... maar dat is ook wel grappig gewoon. Niet goed voor <laughs> nee. ons worden. We hebben het allemaal verkeerd uitgesproken. Maar goed, nee, dan zwaar. Zitten we dus eindigen in Voie uh, Prad Pradabi. Ja. En uh, dan 25 juli is nog een uh, hele mooie bergtappen van, uh, van Ambroux naar Voilère. En ja, dan komen er nog tig andere. Ja, daar gaan we natuurlijk genoeg over praten nog. Um, voor nu, als we eventjes de truien één naam noemen. Zeg ik Wilco, die wie pakt geel? Even tussendoor, die van Valterans, die is ook wel gruwelijk. Ja, maar ja. jongens, ja. Het, is zo, het is zo lekker allemaal nog. Het gaat nu pas beginnen. Ja, Toen was ook niks aan tot nu toe. <laughs> Wie <laughs> pakt geel? Eén naam. Thomas. Ik denk ook Thomas. Ja. Wie pakt groen? Ja, dat is ja, dat is ook uh, dat de ja. Denk ik ook. En wie pakt de bollen? ja die vind ik leuk die vind ik leuk ik, uh, ik heb uh, beginnen aan de toekomst gezegd Herada en ik blijf bij Herada want nu gaan de bergen komen dus nu gaat Herada ja. komen maar ik vind de, de, de kamergenootjes de Gent-Wellens, die hebben ook een plan ja en iedere dag gaat er iemand wel mee om de puntjes te pakken ja, ja dat vind ik ook wel leuk en, om en zo iemand als Konrad nee nee dat denk ik niet maar meestal Papa, dat gebeurt wel man. Joh. De, uh, de auto's worden omgedeeld, de maar tegen elkaar aan. Maar ik maar je dat dat. Uh, Venuizen, West-Friesland. Dat klinkt man. allemaal goed, joh. Ja. Nou, ik word geen bom, dus ik denk dat het goed. Maar dat vind ik leuk om te zien, maar ik blijf bij RADA. Ja, ja, RADA. Ja, het is een gokje, maar uh, ja, je moet een beetje gokken, ja, waarom, net zoals net waar, als in de Giro toen. Hè, maar waarom dat we waarom zo zou Bellens het niet kunnen redden? Oh, dat denk ik ook wel, ja, dat zeker. Of de Gent, ja, dat zou kunnen. Wacht dan. Maar Barguila heeft ook nog niet heel veel laten zien, hè? Nee. En die gaat ook nog komen. Dus ja, en Alaphilippe staat er op zich ook wel goed voor. Ja. Dus die uh, ja, veel veel hebben. Die is allemaal die echt helemaal open. Dat is wel leuk om... Uh, om Ik uh, vind om het wel te... een de vetste truien. ja Hé, hey, de tussenstand. Uh, het was al de strijd tussen Astana en de kunning Quickstep... maar dat is inmiddels niet meer zo. Quickstep... Dat dik op een, hè? Je hebt het gecheckt, hè? Je hebt het weer voor je liggen. Het dus ja, ja, stond vruggen. overal online. hè? Dus, uh, 48 overwinningen, ja. plus 2 sinds de laatste keer. Jumbo, visma 39, plus 4 ja, maar liefst. Die gaan echt o, lekker. Ja, Bora, uh, 34 plus 1, en staan en blijft op 30. mitske Scott uh, pakt er natuurlijk eentje, die van 1 die gaat naar, van, van 22 naar 23. En UAE 21, en die blijft uh, staan. Um, Even een pool, gaat ook weer koers, hè? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, die is even uh, helemaal uh, van de radar uh, tijdens het. tour. Ja, toe. maar dus... wij, wij hebben altijd één vast item. Ja. Whatever there happens. Maar jij hebt je voorbereid. Gooi maar in. Ja, even een poeg uit de koers. Ik krijg ja. serieus van... Uh, van uh... Bastian Gala, die stuurde mij uh, een, een tweetje van uh, dat uh, kijk voor Ariere. Dacht ik, ja, dat is tof. Ja. Want die is er dus gewoon mee bezig. Hoppa. Die Let goed op. Ja. Want wij zijn fan van Remco. En dat maakt niet uit of de tour is. Want volgend jaar wil ik een natuurlijk in, in de ja. tour zien. Ja, maar dat is gewoon grappig, weet je. Bedoel, uh, die jongen die zit uh, de helft van het jaar altijd op een pizza. Ja. En als hij dan een keertje weer gaat koesten, dan rijdt hij gewoon weer de, de, de stenen uit uh, de weg vandaar. Ja. Dus uh, ik, ik kijk er wel weer naar. Zeker, maar wat gaat hij rijden? Ja, en een koers met een moeilijke naam. En ik kan hem even niet zo noemen. anders had ik het wel gedaan Gaat dat hij ook wel zelfs een Sal Sebastian keer... rijden, bijvoorbeeld? Nou, volgens mij niet. Maar uh, ja, dat weet je nooit met Remco. Hè? Zal hij misschien een Verwelta gaan rijden? Nee, ja, gaat zeker geen, gaat geen nee, rijden. gaat hij geen nee, Verwelta rijden. Nee, nee, nee. Dat gaan ze niet doen. Okay. jaar. Maar goed, we kijken er weer naar uit. Ja. Hey, even wat transfernieuws. Ik ga even kort doorheen. Wat geruchten. Uh, Quintana, Rosa, uh, Daire Quintana, Anna Kona. Uh, Barcello en Rojas, allemaal naar uh, Arkea Sampsiek, dat is het gerucht. Ja. Het is nog niet helemaal rond, want ze willen er toen nog eventjes afwachten. Ik denk dat dat meer een salaris-dingetje uh, is. Maar, ja, uh, maar goed, het zijn wel, uh, wel een flinke stap voor uh, ze. Ja. Die het grijpen als ze tassen wel kan pakken dan. Of de ploegen goed aan doet, weet ik niet. Want ze halen er wederom. Dus toch toch blijkbaar veel een... geld in Frankrijk dan nou, bij zo'n kleinere ploeg. Ja, ze willen wil toe rijden. Met Quintana ja. rij rijden natuurlijk wel toe. Maar ja. het is denk ik niet, uh, niet de rennen ja. die je wil halen. Want Quintana die rijdt natuurlijk ook wel heel wat Ja, ja Zeker. zeker. Maar goed, saai gasten. Die wil je toch niet als uit aan hebben. Nee, dat lijkt me ook niet. Want het is een straat ja. niks uit. Geen geef ja. mij mijn landen. Daar valt altijd wel over ja, te lullen. Precies. Maar ja, dan moeten er ook een andere toppen, want landen ja. die. Uh, moet ja, en daar heb je wel komen. twee toppers in het team. Ja, ja precies. <laughs> Hé, hey, uh, Katusha die, uh, gaat er waarschijnlijk mee stoppen. Toch nu ook weer niet, want het schijnt dus dat de oude geldschieter daar weer in wil stappen. Uh, Kenya zou dan naar het team van Van de Poel gaan. En die zouden ja. dan weer een stapje hoger willen doen. Ja. Ja, het is ook weer allemaal gerucht, hè? Maar Van der Poel op Wiltour-niveau zou wel vet, zijn. Hè? Ja, het, zou, het zou in ieder geval uh, heel goed zijn voor het fietsen als Katusha er dus in blijft. Dat, de, ja. dat, dat er dus genoeg geld komt vanuit uh, de en dat, eigenaar. En dat kun je met, met Van der Poel ook erin oh, blijft. In blijft. Dus dat betekent ja. dat er dus een, een extra groep bij komt. Er dus komen meer plekken vrij sowieso. Zo, zo, alle Wildtoenvol moeten er. Ja, maar dat moet er komt er geen er extra groep. Maar ze gaan een hoger niveau rijden. En dan kan dat wel, want uit de Wildtoen moet er ook eentje uit dan natuurlijk ja is dat zo ja het is toch altijd uh, een maximum volgens antwoord. mij uh, nee, volgens mij wilden ze de juiste staan ze er wel voor open om, om, om uh, groter te maken om groter te maken dan heb je minder wildcards maar wel meer uh, meer -tour. ja ik zou dat zou echt wel heel het, zou, goed zijn. het zou het zou zeker vet zijn dan koert nielsen naar ef uh, education first nou goede, lijkt me een goede aankoop ja um, Carapaz, nog steeds het gerucht naar ineos Gilbert en Deco het gerucht dat ze naar Lotto-Sodal zouden gaan. En vice Victor heeft nog steeds geen uh, nieuw team daarin gevonden. Ja. Uh, dan Mas naar Movistar uh, is nog hard en nekkig. Harper, die, die is getekend bij Jumbo. Um, Peter, hebben we hebben er even over gesproken. En uh, schijnt een gigantisch talent te zijn. Hij is niet, niet heel jong, maar hij, uh, een een een, no, een, klimmetje, een, klimmetje, ja, ja. een klimmetje. Dus die kunnen ze wel goed gebruiken. Ja. Uh, Om over Movistar te hebben, Vogelsang. Ja, is ook een ook gerucht, he, wordt ook gelinkt aan Mouveshtar. Dan, wat wij natuurlijk wel leuk vonden, wat, uh, dat, want we waren eigenlijk zaten we er toch best wel dichtbij, want we hebben het besproken dat Tom Dumoulin ja. uh, misschien wel eens weg zou gaan met Sunweb dat er een breuk zou ontstaan, omdat we toch het gevoel dat het niet allemaal goed zat. Uh, nou, Tom is het huilie-huilie uh, bij uh, bij Swinweb een beetje zat lijkt het. En wie duikt er dan op? Zo gek zijn we niet, Jumbo-Visma. Precies. Heb jij ook de, die documentaire gezien toen? Over de, Over, over de... Tom de Mollet, dat was toen uh, op de publieke omroep. En dat uh, was een documentaire in aanloop ja. naar de Giro en ja. aanloop naar de Tour. Ja. En daardoor uh, hebben ze Tom heel intensief gevolgd. Daarin kon ik ook wel echt zien, het klopt niet in die ploeg. Ze hebben niet dezelfde lijn te pakken. Nee. Er wordt echt gecommuniceerd onderling. Nou, ik Vooral zal Op het einde had ik echt dat gevoel van. Uh... die zit daar niet goed. <coughs> nee, er nee, werd niet meer vrijheid gesproken. Nee. Ik zal je steunen, noemen, ik heb net zo'n boek uitgelezen. Het boek Niet uh, Door Toemelen, maar Over Toem En daar zie je dus in dat Toemelen best wel. Uh, ja, dat hij dat wel echt veel op gevoel doet. En dat hij wel. Uh, nou, dat hij wel ook wel redelijk vrijgelaten wordt. als je dat boek leest, dan snap je nog beter waarom je bij Summe weg zou gaan. Ik ja, ben benieuwd Zou iedereen aanraden om dat boek gewoon eens ja. te gaan lezen. Dan is wow, was... vet. Hey, Tom naar Jumbo. Rogli steek het waarschijnlijk bij, ja. want die ploeg die wordt sterker. Ja, dus ik ben hij of... hij wil helemaal ik, niet meer weg. Ik, volgens mij. Ik denk dat Kruis dan misschien wel de kind van de rekening wordt. Dan nou, heb je een topnecht. Ja, maar ik, mis... ik kan me voorstellen dat Kruis nog een keertje dan, uh, dan het, uh, het, ja, het andere team gaat kiezen. Ik denk het niet. Als hij deze tour niet laat zien, waar ik niet van uitga overigens. Maar als hij deze toen niet laat zien, dan denk ik dat hij wel uh, uh, genoeg gaat nemen met de knechtenrol. Omdat hij in een fantastische ploeg zit. Hij heeft het al eerder gedaan, natuurlijk. Precies. En, uh, en de Zeeman heeft hem toen overtuigd. Wie ik al veel meer. Dus zonder Zeeman had hij nooit die, die, nee. die, 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 die man geweest die hij nu was nee. geweest. Dus ik denk niet dat dat het. Uh, maar goed, je hebt drie grote rondes. Ja, ja en dan uh, denk ik dat je één, je zou daar twee hebben. Bennett ook nog. Hè? Ze hebben dan. Ja. En Bennett, ze hebben Rookliet, ze hebben dan Tommy Dumoulin. ze hebben dan uh, Kruiswijk. Maar Bennett is ook wel weer de ideale renner om uh, als knecht te gaan. Ja, gebruiken. Maar Bennett, stel je verliest. Ja, maar Bennett kan gewoon top 10 rijden in de grote ronde. Ja, maar ze willen winnen. Geen top 10. Ja, dat ze willen winnen. winnen. Maar voor de andere teams is dat wel interessant. Ja. Maar stel ze houden hem verliezen. Ja, prima. Als je dat toch weer ja. terugkrijgt. Dan, Ik vind dan, uh, je Weet trouwens wel een toffe gast, die Bennett ook. Ze hebben wel een ja. hoge gunfactor-renners allemaal op dit moment. Zeker. Ja. Maar Bennett is gewoon heel belangrijk op dit moment ja. voor de ploeg. Echt, echt een topknecht. Zeker. Dan uh, als laatste gerucht: Formelo naar de UAE. Is Italiaanse kampioenstrijd? Nou ja, goed. Dat is ook niet zo heel. Dat ja, Pastel. Echt, kan, wel. Kan je ja. kan mooi met Aru rijden? Zeker. Hey, dan gaan we bijna afsluiten. Uh, nog een paar dingetjes. Ten eerste uh, kunnen mensen nog steeds koerspret bestellen via koester.nl. Het gaat de, uh, redelijk Nederland door. Dat is leuk om te zien, hè? Ja, heel leuk is en, dat. En wat we net al zeiden, dat werd zelfs uh, dan hier en daar aangeboden... aan mensen die, uh, die ziek waren. En um, ja, we komen er steeds vaker tegen. Zelfs op Untappd, zo'n bieren-app, uh, was het al best wel wat de ratings. Ja, of iemand die een fotootje post van... Ja, ik ben natuurlijk Frans aan het kijken met, uh, met, koerspret. Ja, met <laughs> ja, koerspret. Ja, dat is ja, leuk. Dat zijn hele ja. leuke dingen. Dat zijn dingen die we echt heel tof vinden. Um, dan natuurlijk aankomende zaterdag gaan we een podcast opneemt Huis verloren. Daar kunnen we vanaf één uur gaan we daar uh, uh, met z'n allen toe kijken. En in de ja. laatste 20 minuten gaan we daar uh, de podcast aanzetten. En dan gaan we hem uh, live bespreken. En dan nemen we natuurlijk ook nog eventjes de etappe van uh, donderdag en vrijdag door. Um, ik denk dat we er zijn. Ik denk het wel. Laatste woord. Het was weer een, een mooie podcast. Ik denk, dat Peter, ik denk dat Peter zou zeggen, jongens, ik heb er weer van genoten en het was weer mooi. We hebben hem wel gemist. We hebben hem zeker gemist, want dat is toch altijd een beetje de... de kijk, wij, wij lullen over wielrennen en, en Peter heeft het over wielrennen. Heeft het over wielrennen, ja. ja. Dat is het grote verschil. Ja, zeker. Mooi einde zo. Ja. Dames en heren, was bedankt gaten. voor het luisteren. Volgens op Facebook. Facebook.com slash de la Course. Twitter, arrière en een hoofdletter C. Instagram, arrière de la C. Uh, we hebben ook een website, arrière de la Natuurlijk hebben we ook de website koerspret.nl. Dus gaan we zeker even kijken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende arrière de la Course.